Het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA, heeft 300 penitentiaire ambtenaren tot een naaste hogere rang bevorderd en beëdigd. Dit heugelijk feit heeft plaatsgevonden op het terrein van de Centrale Penitentiaire Inrichting CPI aan de Santo Bomaweg. Uit de groep van 300 zijn 4 penitentiaire ambtenaren tot opperpenitentiair ambtenaar en 7 tot adjunct opperpenitentiaire ambtenaar bevorderd. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie sprak zijn waardering uit aan het adres van de PA's voor hun inzet de afgelopen jaren. Hij liet de verdiensten vanuit het ministerie richting het KPA de revue passeren. De bewindsman gaf onder andere aan dat de volgende week 161 leden van het korps die niet over een vuurwapen beschikken, bewapend zullen worden. Hij gaf verder aan dat met betrekking tot het gebruik van geweld tegen gedetineerden in de inrichtingen, de penitentiaire ambtenaren de volgende taken hebben. Het bewaken van de penitentiaire inrichting, namelijk het voorkomen van ontvluchting en gijzeling. Het begeleiden van de gedetineerden en het voorbereiden van de gedetineerden op hun terugkeer in de samenleving. In het artikel 25 van het penitentiair besluit is duidelijk aangegeven dat het opleggen van straffen aan of het gebruiken van geweld tegen gedetineerden voor zover zulks niet bij of krachtens dit staatsbesluit of enige andere wettelijke regeling is toegestaan, helemaal verboden. Woorden van minister Stuart Getrouw. Regilio Blijt, diensthoofd van het KPA, haalde in zijn toespraak de samenwerking van de 4 penitentiaire instellingen aan. Deze is gericht op de verbetering van de organisatiecultuur. Blijt ging ook in op de selectie van de penitentiaire ambtenaren voor een bevordering en de kaderopleiding. Gustav Galant, voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren, wees de PA's erop dat zij de ambassadeuren van het korps zijn. Ze moeten zich dus waardig gedragen, niet alleen tijdens de dienst, maar ook daarbuiten. Alle penitentiaire ambtenaren die bevorderd moeten worden, of alle penitentiaire ambtenaren die geselecteerd moeten worden om de kaderopleiding te volgen, hebben we op de ontleedtafel gezet. Ik wil bij deze de nadruk leggen dat het ons allen siert wanneer we mogen weten dat onze korpsleden, waar ook zij zich bevinden, zich keurig, gefocust, maar bovenal professioneel gedragen en opstellen. Aldus bondsvoorzitter Gustav Galant, vandaag de CPI, waar 300 PA's zijn bevorderd tot een naast hogere rang. Minister Getrouw maakte van de gelegenheid gebruik om een dienstvoertuig te overhandigen aan het diensthoofd Regilio Blijt van de strafinrichting Santo Bomaweg.